allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een video van mij. Ik heb vandaag voor jullie geen vlog, maar een shopvlog. En ik heb vandaag een shopvlog voor jullie in samenwerking met Come Get Fashion. Het wordt een heel leuke shopvlog, want ik heb echt heel veel leuke artikelen voor jullie. Voor de winter, maar ook voor de komende feestdagen, dus stay tuned. Voordat ik met de kleding ga beginnen, wil ik eerst even starten met de accessoires en de schoenen. Ik heb deze laarsjes uitgekozen. En eigenlijk bestel ik elk jaar dit soort laarzen met een klein hakje eronder en een plateautje. Want ik vind ze gewoon echt super fijn lopen. En ze passen eigenlijk letterlijk bij alles. En deze zijn ook echt super fijn. Trouwens, zelfs de rits is in het zwart. Dus je hebt geen zilveren detail wat je normaal gesproken eigenlijk wel altijd hebt bij schoenen of gouden details. Maar deze schoen is helemaal zwart. En I love it. Dan heb ik echt zo'n heel schattig heuptasje met zilveren studs. Echt zo'n heel kleine, past denk ik net je mobiel in. Of je portemonnee. Maar dat is echt soms heel erg handig als je even snel naar de stad wil of wat dan ook. Dat je niet zo'n heel grote tas meeneemt, maar gewoon zo'n heuptasje. Ik draag normaal gesproken eigenlijk nooit zilver, maar ik dacht, dit is wel echt super cute. Ik ga hem even omdoen voor jullie. Zo ziet het heuptasje eruit als je hem om hebt en ik vind hem echt super cute. En hij past echt perfect bij deze outfit. Ja, ik vind het echt cute. Dan ga ik nu snel over naar de sieraden. En als sieraden heb ik deze ketting gekozen. Ik vond deze echt zo cute. En het leuke hieraan is dat Come Get Fashion dus ook gewoon sieraden verkoopt die gold-plated zijn. En ik reageer echt heel slecht op alles wat nep is qua sieraden. Dus het komt me echt heel goed uit. En ik ben hier ook echt blij mee. Het is eigenlijk een hartje. En midden in het hartje zit een kruisje. Ik heb de ketting net omgedaan met het hartje. En hij is iets langer dan ik had verwacht. Maar ik vind hem echt super mooi. En zo ziet hij eruit van dichtbij. Als tweede heb ik dit uitgekozen. Deze ketting. En die is wat grover. Ik vond hem... Lira pakte gewoon. What the fuck? Wat een slechte idee om even katten te filmen. Ik ga stuk. Ik ga hem gewoon even gelijk omdoen, jongens. Want anders gaan die katten weer aanvallen. Dit is de tweede ketting. En hij ziet er echt heel erg gaaf uit. En deze ketting is ook gewoon gold plated. Ik vind het echt zo mooi. Ik laat jullie even een close-up zien. Zo zien de kettingen eruit. Ik vind het echt super mooi. Ik heb de kettingen nu om. Nu ga ik even snel over naar de oorbellen. En ik hoop dat de katten mee me aanvallen. Als oorbellen heb ik deze gekozen. En die vind ik echt zo leuk. Ik heb laatst soortgelijke gehaald van de Mango. Maar die waren niet gold plated. En deze zijn dat dus wel. Dus ik ben hier echt super blij mee. Ik ga ze ook gewoon gelijk in doen. En zo zien de oorbellen eruit. Ik ben echt zo blij dat deze gold plated zijn. Dat worden echt mijn nieuwe dagelijkse oorbellen. Als tweede heb ik voor deze oorbellen gekozen. En geloof me, ik kies echt nooit voor zilveren oorbellen. Maar voor de feestdagen vind ik op een of andere manier, met de kleding die ik hier heb uitgekozen, tenminste een paar ervan, vind ik zilver gewoon veel mooier. Ik heb deze super schattige, leuke zilveren oorbellen uitgekozen. Ze zien er echt nog leuker uit dan op de website. Ik ben hier echt super blij mee. Excuse my nails, ik heb ze niet op tijd bijgewerkt. Maar ik vind het echt zulke mooie oorbellen. Maar die laat ik dan straks zien in combinatie met een outfit die hier hangt. Oké, ik ga nu eindelijk starten met mijn kleding. Ik ga even starten met wat jasjes, denk ik. Want die kan ik zo makkelijk hierover aandoen. En ik wil wel graag in deze shop nog een try-on voor jullie opnemen. Want ik weet dat er heel veel vraag naar is. En ik wil het echt heel graag voor jullie eigenlijk opnemen. Dus dat ga ik doen. Ik begin eigenlijk met de jas. En die ga ik even zo heel makkelijk hieroverheen doen. En dan doe ik daarna weer iets moeilijkere dingetjes zoals de rokjes en de jurken in combinatie met de sieraden en hakjes. En dan zien jullie dat straks allemaal. Maar ik ga dus nu starten met de jassen. Ik heb als eerst voor een teddycoat gekozen. De welbekende teddycoat van nu. Iedereen heeft hem nu, maar ik vind het ook echt, echt, echt een topjas. Ik heb hem gisteren voor het eerst aangedaan. En het gaat dus om deze jas. Het gaat dus om deze jas. En deze jas wordt super goed gekocht bij Come Get Fashion. En hij is echt zo top. In het begin dacht ik, nee, ik kies niet voor een teddycoat die heel erg licht is. Want je doet toch wel make-up op en dan word je snel vies en zo. Maar dit is echt een top jas. Ik zal hem even aandoen voor jullie. Ik heb trouwens een maat M en die valt echt super goed bij mij.
Dan weten jullie ongeveer hoe het bij jullie ook zou kunnen vallen. Hij is lekker oversized. Zo, ik heb de camera iets lager gezet, zodat jullie wat meer van mijn outfit kunnen zien. Maar dit is het jasje waar ik het dus over had. En ik vind het echt zo leuk, hè. Ik vind het echt zo stoer ook. Ik had hem dus laatst gecombineerd met een jeans en gewoon hakjes. Maar ik vind het ook echt heel erg leuk met sneakers. Maar op een of andere manier vind ik jeans hieronder echt super leuk. Ik ben hier echt zo blij mee. En toen ik hem had besteld, dacht ik, oh, ik weet niet of hij eigenlijk wel bij me past. Of ik hem wel zou dragen. Maar nu ik hem zo aan heb, denk ik van ja, ik vind het eigenlijk echt heel erg top. Dus ben hier super blij mee. Als tweede artikel wat ik aan ga doen voor jullie. En het is echt een top artikel. Dat wou ik eigenlijk heel erg lang. Maar het is ook iets waar ik heel erg over twijfelde. Of ik het wel of niet aan zou doen. Om dit te bestellen. Dit is zo'n vinyl jacket. En hij glanst echt onmin erg. Maar ik vind het echt zo cool. Ik wil eigenlijk dit jaar echt een hele goede leren jas kopen. Maar weet je, fuck it. Ik wil gewoon lekker overdreven. Het is gewoon... Ja, als je extra wil zijn, maar een soort van leren jasje wil, dan moet je dit kopen. Ik vind het zo geweldig. Ik ga hem ook gelijk passen voor jullie. Ik heb hem nog niet gepast. Dit is een maat M. Dus ik ben benieuwd hoe die gaat vallen. Ik hoop niet te klein, want dan zou ik echt heel erg teleurgesteld zijn. Hij is wel echt strak, maar hij past me goed. Nee, hij past echt wel goed. Ik dacht dat hij iets strak zou, maar hij past echt goed. Ik weet wel dat ik hier geen dikke trui onder moet doen, maar wauw. Jongens, is dit gaaf of niet? Ik vind het echt zo cool. En op een of andere manier vind ik het ook echt gewoon super leuk bij de feestdagen passen. Hij maakt wel echt super veel geluid. Ik ga stuk. Maar dit is toch echt tof. Ik ben hier echt blij mee. Oh, ik vind het echt heel erg leuk. Ik heb echt dingetjes gekozen. Die ik niet heel snel zou bestellen, maar die ik wel heel graag zou willen. En daarnaast heb ik ook nog heel veel basisdingetjes. Maar jullie zien het allemaal nog voorbij komen. Als derde heb ik dit jasje. Het is zo'n tweede jasje. Vroeger had ik hier echt super veel van. Toen ik op het HBO zat. En ik vond ze echt allemaal geweldig. En op een of andere manier heb ik echt zoveel spandex allemaal heb weggegooid. Want ze waren toen allemaal van de Zara afkomstig. Gewoon echt super leuk. Dus ik ben weer blij dat mijn eerste weer binnen is. Hij ziet er echt super cute uit. Dit is trouwens ook een maatje M. En je hebt bij Come Get Fashion dus hier setjes van. Dus je hebt precies hetzelfde rokje hierbij. Dus je kan eigenlijk ook gewoon een setje kopen. Maar ik wil gewoon even het jasje eerst uitproberen. Dus ik ga even het passen voor jullie. Zo, dit is het jasje. Echt super cute. Hij ziet er ook echt zo heel volwassen uit, hè. Maakt je zo volwassen. Ik vind het ook echt heel erg leuk. Het is echt voor de feestdagen. Tenminste, ik vierde natuurlijk altijd kerst vroeger met mijn ouders en mijn familie en zo. En het is echt zo'n jasje als je aanneemt als je bij iemand op bezoek ging. Zo heel erg netjes, maar toch wel feestelijk. Ik vind het echt heel erg cute. Ik moet jullie heel erg gaan irriteren aan mij. Ik ben hier heel erg blij mee, want altijd als ik ergens blij mee ben, moet ik het uitspreken. Dus ik denk dat jullie het nog heel vaak gaan horen in deze shopvlog. Maar ik vind het gewoon echt oprecht leuk. Ik ben heel erg blij met de items die ik heb gekregen van Come Get Fashion. Want ik heb echt zulke geweldige leggings besteld. Ik was hier echt zo blij mee. Kijk één keer wat voor mooie leggings ze hebben bij Come Get Fashion. Ik zocht precies zoiets, hè. Kijk wat ik nu aan heb. Kijk, zo'n legging. Met een beetje zo'n snake effect. En ik wou gewoon eigenlijk... Ja, hetzelfde, maar dan met dit effect voor een feestdag. Hoe cool is dit? En je hebt dus ook nog deze ervan. En die wil ik echt super graag ook. En het is een velvet legging. Echt super gaaf zijn deze. Alleen één probleem. Ze vallen iets te klein uit. Je hebt namelijk twee maten. Je hebt een SM. Dat is gewoon één maat. En je hebt een tweede maat. Dat is een ML. Dus ik heb voor de tweede natuurlijk gekozen. Want ik weet, anders kom ik hier niet in. Maar deze vallen klein uit, jongens. Echt. Dit is denk ik echt voor de vrouwen met billen. Als je echt billen hebt of echt heupen hebt, moet je sowieso een ML. En als je ongeveer net zo breed bent als ik, zijn deze toch iets te klein voor jou. Ik denk dat het voor de slankere meiden echt super mooi is. Ik ben echt super jaloers. En toen heb ik eigenlijk gewoon een mailtje gestuurd naar Come Get Fashion. Ik vind het echt zo jammer, want ze passen niet. Hebben jullie niet toevallig een grotere maat?
hadden ze niet, maar ik kan deze trouwens niet passen voor jullie, want ik kom hier niet in. Ze hadden een andere soort broek. En het is eigenlijk dezelfde stof als dat ik jullie net liet zien. Maar hij is iets meer stretch. Maar deze broek is heel erg anders, want het is een flared pant. Want die past me wel. Hij is trouwens wel iets te lang voor mij, want ik ben aan de korte kant. Maar ik doe hier dan echt super hoge hakken onder. Dan creëert het effect alsof ik echt veel langer ben dan ik eigenlijk ben. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel weer leuk. En dit is alweer mijn laatste broek. Dit is trouwens een maatje M. Ik heb deze nog niet gepast. Die ga ik zo voor jullie passen. Maar ik hou van dit soort broeken. Zo met ruitjes en zo. En Nessa vindt het ook altijd heel erg mooi bij mij als ik dit soort printjes aandoe. Zo zit de broek. En ik dacht echt dat ik er niet in kwam. Maar ik ben er toch in gekomen. En ik vind dat hij echt mijn lichaam nog veel mooier doet uitkomen. Ik ben hier echt super blij mee van achter. Zet hij er zo uit. Dit is de broek van achter. Hij ziet er echt mooi uit. Hij is heel erg body hugging, vind ik. Ik ben hier echt super blij mee. Jongens, zoals ik al zei, dit is een maatje M. En ja, ik pas hierin. Dus voor de curvy vrouwen onder ons. Erg curvy vriendelijk. Ik ga even het jasje erboven aan doen, want ik vind het eigenlijk wel leuk. Ja, ik vind dit samen ook echt een super leuke outfit. Weet je waarom? Omdat het eigenlijk zo heel erg braaf is. En het is gewoon echt super stoer zo erboven. Ik hou er wel van om die stijlen met elkaar te mixen. Okay, met dit item ga ik heel veel vollere vrouwen blij maken. Ook voor de slanke dames is dat echt een heel mooi item. Maar dit is toch echt een hebben dingetje. Kijk, ik wil altijd een leren rok. En ik heb er eigenlijk inmiddels ook al 3 besteld. Van verschillende webshops. En elke keer als ik binnenkom is de maat gewoon 1 grote tegenvaller. Het past op een of andere manier. Die dingen zitten gewoon strak. Zijn altijd te klein. Het past gewoon niet. Maar deze heb ik dus al gepast. Want die was ik echt heel erg nieuwsgierig naar. Omdat de rest dus eigenlijk niet goed zat. En deze is echt zo mooi op mijn lichaam. Dus ik ga hem even voor jullie passen. En dan kom ik zo terug. Oh, ik heb hem inmiddels aan. En zo zien jullie ook hoe hij er bij mij uitziet. Hij is echt perfect. Het is een maatje M. Dus je hebt ook niet... Nee, ik lieg. Dit is een maatje L, jongens. Niet dat jullie de verkeerde maat bestellen straks. Maar dit is dus een maatje L bij mij. En hij ziet er van achter ook zo uit. En hij past gewoon perfect. Ik heb zelfs nog ruimte erin. Super fijn. Dan ga ik nu over naar de truitjes. En dit is een van mijn favoriete truitjes. Ook weer zo lekker veel glitters erop. Ik hou hiervan met feestdagen. Vind ik gewoon dat je gewoon lekker veel glitters moet dragen. En ik denk dat hij eigenlijk best wel leuk zal staan boven deze rok. Dus ik zal hem even aandoen voor jullie. Ik heb hiervan een maat. Even kijken. Dit is denk ik een one size. Dat is echt super handig, want die past die altijd. Als ik hem aan heb, hij zit echt super fijn. Echt totaal niet strak of zo. Hij is echt super fijn. Ik denk dat ik alleen wel een andere BH eronder aan moet doen. Want ik heb zo'n huidskleurige BH nu aan. En hij schijnt nogal door. Maar hij zit echt super fijn. Ik vind het ook echt een leuke combi dit. Ook heb ik dit truitje besteld. En ik vind deze echt zo fijn zitten. Ik vind hem echt nog leuker dan op de side. Kijk. Het is een heel apart kraagje. Ik vind het echt super leuk. Stof is echt super fijn. I love the color. En deze heb je ook in 2 maten. Je hebt hier een SM van. Die heb ik nu aan. En je hebt een ML van. Maar ik hoef niet zo'n heel grote trui. Ik vind het eigenlijk wel chill qua maat. Ja. Ja. En nu ga ik over naar een trui. Die ik eigenlijk elk jaar gewoon opnieuw koop. Want ik ben gewoon gek op foute kersttruien. Ik koop samen met Nessie altijd 1 foute kersttrui. En met kerst zitten wij gewoon in die trui thuis. En ik heb dit jaar dus gekozen voor deze. En ik vind deze echt zo cute. Oh, hij voelt heel fijn aan. Echt cute. Dit is een maat SM. En ik hou gewoon van foute kersttruien, jongens. Dit is echt, echt tof. En hij is echt ook lang ook. Dus het zal echt een heel fijn truitje zijn. Ik heb even de kersttrui aangedaan. En hij zit echt veel mooier dan ik had gedacht. Want meestal als ik zo'n foute kersttrui koop, ziet hij eigenlijk helemaal voor geen meter. Maar die staat ook nog echt gewoon cute. En hij is best wel lang. De stof is echt super fijn. Ik vind het echt
echt de beste kersttrui gewoon ever. Dit vind ik echt leuk. Als laatste ga ik het afronden met mijn twee jurken. Ik heb één super simpele jurk die ik eigenlijk gewoon dagelijks zou dragen. En het is eigenlijk zo'n jurk met een... Ja, het is eigenlijk een lange kooltrui is het gewoon. Maar dan in de jurkvorm. Ik heb het jurkje inmiddels aan en hij zit echt super lekker. Het voordeel aan one size maten is eigenlijk dat ze heel veel stretch hebben. Kijk, echt zo chill. Gewoon iedereen past het gewoon. En hij zit ook echt super fijn. Juist omdat er gewoon heel veel stretch in zit. Ik kan hier gewoon lekker mee zitten. En trouwens, de lengte valt bij mij eigenlijk best wel mee. Hij is niet zo heel erg kort. Even naar achteren, kijk. Hij is niet heel erg kort. Maar ik moet wel even bijzeggen dat ik best wel aan de kleine kant ben. Dus als je langer bent, is het wel echt een heel kort jurkje. Maar dat moeten jullie natuurlijk helemaal zelf weten. Ik ga nu naar mijn favoriete item. Ik word eigenlijk op mijn outfit voor de eerste kerstdag. En ik ben hier echt super blij mee. Het is een jurkje. Weer super veel glitters erin. En even serieus, hij ziet er toch echt vet mooi uit. Dit wordt dus mijn outfit. Ik ben hier echt zo blij mee. Ik heb hem nog niet gepast, dus ik ga hem voor het eerst aandoen voor de camera. En dan zie ik jullie zo met mijn kerstoutfit. Oh, jongens, dit is mijn kerstoutfit. Kijk, ik heb een leuk die staat. Ik ben hier echt zo blij mee. Deze hele shoplog heeft mij gewoon blij gemaakt. Het is echt gewoon een super fijne jurk. Zit totaal niet strak. Ook al oog het misschien zo voor jullie. Hij zit echt totaal niet strak. Super fijne stof. En het zit gewoon echt lekker. En mooi. Dat is natuurlijk nog belangrijker. Het zit ook mooi. Alleen had ik bedacht om deze jurk dus wel met zilveren oorbellen te dragen. Want met goud staat het natuurlijk echt voor geen meter. Dus ik ga even deze oorbellen vervangen voor de zilveren die ik ook heb gekregen van Come Get Fashion. En dan ben ik eigenlijk gewoon ready voor kerst. Jongens, dit is mijn kerstoutfit. Ik heb mijn zilveren oorbellen erbij gedaan. Ik vind het echt veel mooier met zilver. En ja, dit is het. Ik ben hier echt super blij mee. En ik wil eigenlijk hiermee ook gelijk mijn shoplog afsluiten. Maar ik heb echt iets heel erg leuks nog voor jullie. Ik heb namelijk een winactie voor jullie. Ik mag namelijk 2 keer 50 euro shopmoney weggeven bij Come Get Fashion. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is hieronder zetten dat je eigenlijk meedoet aan de winactie. Wat ook heel erg belangrijk is dat je Come Get Fashion gaat volgen op Instagram. Ik ga hier een link onder zetten van hun Instagram. Klik erop, ga ze volgen en doe mee aan deze winactie. En misschien wil je gewoon zo'n superleuke jurk voor de kerstdagen of voor oud en nieuw als je kerst niet viert. Maakt niet uit. Wie nog niet bekend is met Come Get Fashion of nog nooit bij Come Get Fashion heeft besteld. Het is een Nederlandse webshop voor de mensen die het nog niet weten. Dus alles wat je daar bestelt voor 10:30 heb je de volgende dag al binnen. Echt super handig voor als je echt op het laatste moment gewoon een outfit nodig hebt ofzo. Alle trends die nu gewoon allemaal hip zijn en zo, hebben ze daar allemaal zoals je ziet. Ze hebben tennycoats, vinyl jackets, tweedy jasjes. Eigenlijk alles wat nu hip is, heeft Come Get Fashion ook. Sieraden, gold-plated zijn, leuke plateaulaarsjes, hakjes, sneakers. Noem maar op, ze hebben het allemaal. Ik hoop dat jullie deze shoplog echt heel erg leuk vinden. Ik heb in het verleden wel vaker shoplogs gedaan, maar nooit met een try-on. Dus vind je dit echt leuk om naar te kijken? Laat het me alsjeblieft weten in de comments, want ik vind het ook echt leuk om wat te doen met jullie tips. En ja, ik zie jullie misschien wel bij de volgende shoplog. En ik wens jullie alvast fijne kerstdagen toe. Doei!